nog hier. Ik heb echt werkelijk waar geen idee, maar marionetlijnen, zo ik verspreek me al bijna. Marionetlijnen, wat zijn dat? Nou, marionetlijnen die naam komt, ja, je kent wel een marionet. Zo'n pop die... waarin dat bewegend ondergedeelte in zit. Ja, ja. Nou, daar zitten van die lijnen en die lijnen, ik ga ze even aanwijzen, dat loopt van de mondhoek tot ongeveer de kaaklijn. Oké. En daar storen mensen zich aan. Want wat kan er mis mee zijn en dat ze heel duidelijk... Dat ze heel duidelijk zijn en kijk, het begint meestal met maar een heel klein beetje. En na een tijdje wordt het steeds meer. Na een tijdje kan het gewoon echt best wel heel diep zijn. Dat mensen ook zelfs gewoon kloven krijgen van vochtverlies. Oké. En wat kunnen die mensen doen? Ja, nou, het kan behandeld worden. Over het algemeen kiezen we als eerste om een directe inspuiting bij de marionetlijnen te doen. Maar tot een zekere hoogte. Want als je dat te veel doet, dan wordt dat allemaal zo bol. En dat is echt niet mooi. En die inspuiting, dat doe je met een filler. Met een filler. Oké. Een ander element, dus tot een zekere hoogte kan je dat doen. Maar na een tijdje moet je ook gaan kijken of je dat kan liften. Weer met, dat noemen we dan liquid facelift technieken. Waarin je eigenlijk via de jukbeendel of via de kaaklijn of bijvoorbeeld de wal dat ook kan oplossen. En dat zorgt er ook weer voor dat dat ook weer mooier uitziet. Dus dat is heel prettig. Andere mogelijkheden zijn, als het toch nog te veel is om de huid wat strakker te krijgen of het volume van het vet te verplaatsen met een silhouette soft of soft silhouette. Of soms ook met barbs, dat kan ook. Dat zijn weer andere technieken. Ja. En soms kan ook het vet wat je ernaast zit, dus ik ga dat even bij jou doen, is dit vet hier, kan soms gewoon te veel zijn. En dat kan je ook weer wat verminderen met weer andere middeltjes die ik weer in mijn... Een soort vetoplosser of... Precies, inderdaad. Ja. En wat mensen die dat gedaan hebben, een van die behandelingen, want je hebt ze vast niet allemaal nodig, maar een van die dingen, wat kunnen die verwachten? Nou, dat het er sowieso duidelijk verminderd is en soms ook gewoon echt weg. Natuurlijk, als het echt heel erg veel is, dan kan je niet verwachten dat het helemaal weg is. Dat kan, maar dan krijg je gewoon een beetje raar gezicht. Dus daar moeten we voor waken. Maar het is goed te behandelen en het effect houdt ongeveer, afhankelijk van de filler die je kiest, weer ongeveer 1 jaar tot 1,5 jaar. En soms zelfs tot 3 jaar aan. Oké. Oh, dat is ook nog mooi lang. Ja. Oké. Ik ga hem samenvatten voor je. Prima. Oké. Als je last hebt van dus marionetlijnen, dat zijn die lijnen bij je kaken eigenlijk hier naar beneden, dan kan je daar een filler voor gebruiken. Het kan ook zijn dat de fillers op andere plekken gebruikt wordt. Soft silhouette kan ook een oplossing zijn om het allemaal net iets strakker te krijgen. En een vetoplossing waar we het over hadden, als hier echt een vetophoping zou komen te zitten, kan je die eventueel ook gebruiken. Ben ik eentje vergeten? Volgens mij helemaal perfect. Oh, eentje. Eentje. Plexen. Vergeet het maar elke keer. Plexen zou je ook nog kunnen gebruiken, absoluut. Vanaf nu voegen we die gewoon altijd toe, Plexen. Ja, precies. Helemaal goed. Dankjewel, Rogier. Alsjeblieft.